waar zijn wij? Wij zijn in de raadzaal. En helaas, hij is leeg. Zoals jullie waarschijnlijk ook op kantoor veel lege zalen hebben en veel thuiswerken, telt dat natuurlijk ook hier en voor ons als bedrijvensamenleving. En ja, 13 maart vorig jaar, maatschappelijk ontbijt, nog met onze host Frank van der Linden, die mooie interviews afnam van een aantal van jullie ondernemers, om jullie te bedanken voor alles wat jullie voor onze jongeren en onze Haarlemse inwoners betekenen. Wat betreft het gaat om werk, wonen en alle andere verschillende leefgebieden. Dus vandaar dit filmpje, om jullie toch te bedanken voor jullie inzet en voor alles wat jullie voor ons doen. En wat we vooral ook samen doen met elkaar. En hebben wij de burgemeester uitgenodigd, zoals ook altijd op het maatschappelijk ontbijt, om jullie een hart onder de riem te steken en te vertellen hoe fijn het is dat de samenwerking gewoon doorgaat. Normaal gesproken dan ben ik altijd gast bij het maatschappelijk ontbijt. Heel interessant en leuk. Je ontmoet leuke mensen, leuke gesprekken. Maar een van de dingen die daar gebeuren, en daar draait het dan ook een beetje om, is het uitreiken van certificaten aan de sponsoren van Bedrijf en Samenleving. En dat kan nu niet. Vorig jaar was het de laatste zo ongeveer wat we konden doen voordat de lockdown inging. Maar nu zitten we nog steeds in lockdown en is er dus geen fysieke uitreiking van certificaten. Toch vind ik het echt belangrijk om jullie wel heel erg hartelijk te bedanken. Want het werk van Bedrijf en Samenleving kon doorgaan. En jullie bijdrage is essentieel, is ontzettend belangrijk. Dus heel erg fijn dat er bedrijven zijn die ook in deze lastige tijden doorgaan met hun steun voor deze manier van maatschappelijk betrokken zijn. Mensen die extra aandacht nodig hebben, mensen die steun nodig hebben, met hulp uit het bedrijfsleven, helpen met het vinden van hun plek in de samenleving. Ontzettend goed, waardevol en ook al kan het niet helemaal rechtstreeks, ik wil u op deze manier toch heel graag bedanken namens de stad Haarlem. We hebben elkaar nodig, juist in deze tijd. Dan maar op een afstand, toch blijven we dichtbij. Ik hou jou op de hoogte. Doe jij dat ook bij mij? Dan vliegt deze gekke tijd snel weer voorbij. We willen graag de burgemeester bedanken voor die mooie woorden voor jullie, sponsoren. Heel belangrijk. De afgelopen jaar is het ook een heel heftig jaar geweest voor heel veel mensen. De burgemeester refereerde er ook al aan. Gelukkig konden wij wel door met ons werk. Was ook heel erg nodig. Veel eenzaamheid, veel problematiek. En dat konden we allemaal doen, ook dankzij jullie. Maatschappelijk ontbijt, helaas niet doorgegaan. Maar we gaan het wel doen in december. En waarom pas december? Omdat we ook heel goed begrijpen dat ook de bedrijven weer opgestart moeten worden. En daarom hebben we gekozen voor een kerstontbijt. Heel graag tot ziens op ons maatschappelijk ontbijt 17 december, waar de burgemeester aanwezig zal zijn om de certificaten te tekenen.